mensen, ik heb een nieuwe video op de vloer. En vandaag spelen we Clash Royale. De komende dagen ga ik weer wat meer Clash Royale uploaden. Alleen nu met verhuizen is het allemaal lastig. Ik kon dus ook niet pushen. Maar ik heb een ander idee voor jullie. Ik ga namelijk spelen tegen de nummer 1 van Dutch Corps. Lijkt me gewoon een superleuk plan. Met boerenpetje gaan we eventjes kijken naar zijn profieletje. Even kijken. Oké, 3k staat hier van de wereld nu. Niet slecht. Zijn beste is 1400ste van de wereld. Zo, oké. Legacy best 7100. Dat is niet heel veel hoger dan mijn legacy best. Dus dat is een goed teken. Maar het is wel een hele goede speler. En ja, ik ben niet in vorm met Clash Royale natuurlijk. Maar we zijn altijd gewoon scherp. We kunnen Clash Royale natuurlijk altijd. Ik heb 3 dekjes net gekopieerd. Deze en deze. Dus dat gaan mijn dekjes worden. We beginnen gewoon met Mortier. Good luck, boerenpetje. Friendly battle. 1 tegen 1. Het is dus een best of 5. En we gaan gewoon kijken. Hopelijk verliezen we niet alles. Want dan is dat best wel pijnlijk. Maar de kans is wel groter dat we alles verliezen. Want we zijn totaal niet in vorm. En een boerenpetje is letterlijk op dit moment nummer 1 van de clan. En is heel erg in vorm. Oké, maar dit is net zoals fietsen. Je kan dit niet verleren. Je verleert gewoon niet Clash Royale. Hij speelt ook met Miner, maar dan met Val. Oh nee, alsjeblieft geen Magic Archer op de brug, alsjeblieft. Dus niet. Het is niet dat dekje toch, boerenpetje, alsjeblieft. Ik heb niet gekeken naar zijn dekje trouwens, ik weet niet wat voor een dekje hij speelt. Oeh, hij logt hem, oké. Het is geen Valk, geen log. Ah, ik wou bijna Goblins op de brug doen, hè. Want ik dacht van, nou, daar kunnen we misschien gebruik van maken. En hij heeft dus wel. Oh nee. Gaat al niet lekker. Hij heeft Nedo, waarom doe ik Miner in de back? Oké, even rustig doen. En hij gaat Valkyrie. Oh, dat is Miner op defense. Oké, dat is nog redelijk chill. Oké. Dit is echt een verschrikkelijk begin. Walbrekers, bomtoren. Gaat hij op de brug bomtoren doen? Nee, nog niet. Oké, ja, nu wel. Het is ook geen lekkere matchup. Het is ook gewoon geen lekkere matchup. Even geen ding is. Cycle. Toch even zijn Magic Archer predicten. Nee. Dat dacht hij niet. Even kijken of hij volgende dingen doet. Oeh, ook geen back. Top. Oké, druk zetten. Oké. Zal het even weer wennen. En maken dan één. Het zal het weer even wennen. Maar omdat ik natuurlijk zoveel Clash Royale gespeeld heb, zit het er al natuurlijk wel in. Maar ja, we staan nu wel achter. Bob door het midden, denk ik. Oké. Doen we dit er op de hoek? Dan gaat het waarschijnlijk Skellies doen. Waarschijnlijk doet hij Skellies nu. Ja. Yeah. Duur. Geen logische cycles. We kunnen Miner stoppen met poisontje. Oké, het is duur. Hij gaat nu komen. Hij gaat denk ik nu in de avond. Dit is duur gewoon. Miner walbrekers komt er nu aan. Doe vast de iceberg in de back. Jongens, wat zeg ik nu? Net op tijd die mortier. Anders hadden we gewoon sowieso verloren. En we staan weer bijna gelijk. Oh, dat is wel een mooie magic. Oh, niet. Oké, top. Zal die Valkyrie doen? Ik weet niet. We gaan gokken op Skellies. Top, hij kan geen Skellies droppen. Want doen we de. Oké, dit is mooi. We staan net achter. Dat is even jammer. Dan gaat misschien. Doe dit. Even nu op verdediging. Ja. Oké. Nice. We komen langzaam terug. We staan voor. Dit is geen goede bomtoren. Want. Dat is gewoon geen goede bomtoren. Oké, maar. Nee. Wauw. Ik zat te wachten. Wanneer komt er een insane goede. Ah, ik zat te wachten. Wanneer komt die Nedo? Die altijd mijn leven verpest als ik met. Als hij tegen de dekje speelt. Die Nedo met Magic Archer. Dat is altijd een probleem. Oké. Geen elixir voor Valkyrie. Wel. We hebben verloren.
ging zo goed. Het ging zo goed totdat het niet meer goed ging. Dat is altijd, zo gaat het altijd. Het gaat gewoon altijd heel goed totdat het niet meer goed gaat. Net op tijd. Het is jammer dat die kingtoren geactiveerd is. Het is echt jammer dat ik die kingtoren zo vroeg geactiveerd heb. Als ik dat niet had gedaan, hadden we echt wel iets meer kans gehad voor mijn gevoel. En de hele tijd die minor logs zie ik heel vervelend zijn. Ik heb wel vertrouwen dat we een potje gaan winnen. Want ondanks deze echt ontzettend slechte start. Hij doet wel de hele tijd dezelfde, maar ja, ik kan er niks tegen doen. Ondanks de slechte start voelde ik een comeback. En toen gooide hij één hele nice nade, waardoor hij echt heel veel damage pakte. Oké. Ik heb vertrouwen. We gaan eventjes helemaal switchen. We gaan eventjes heel anders doen. Dan moeten we even hopen dat hij geen poison doet. Hij mag geen poison hebben, want we hebben Graveyard Freeze. We gaan het even zien. Eerste potje is binnen dus. Voor hem helaas. Maar ik heb vertrouwen. Ik voel dat er kans is. Tweede potje. Oké. Droppen wij de Barbaren Barrel op de brug. En hij spot Rockwire. Oké, dan. Niet heel tevreden mee. Eén hitje. Tweetjes ga ik nu al... Nee, dat is geen tweetjes. Oké. Nice. Rocket zal die we niet hebben. Dus we hebben een Mighty Miner in de back. Giant Skeleton en Archer Queen. Is het dat, denk je? Dat zou redelijk chill zijn, denk ik. Valkyrie. Even denken hoor. Valkyrie, Hawk Rider. Ik weet het niet. Als hij nu iets van een Queen doet... Dit vries ik, denk ik. Klinkt heel raar, maar dit was een goede freeze. Dit was achteraf een hele goede freeze. Alleen het enige jammer nu aan die freeze is dat hij weet dat ik freeze heb. Het was een goede freeze, maar hij weet dat ik freeze heb. En dat maakt het dus een beetje moeilijker nu. Want hij weet nu precies natuurlijk waar hij tegen speelt. Ja, misschien was het geen goede freeze. Ah, ja, ja. Oké. Laat me heel even nadenken. Valkyrie, ja, oké, ja. Valkyrie, Exie. Dit is prima dat je... Nee. Ik hoop dat die Hawkwire gaat via rechterkant. Ja, top. Hij blokt hem... Oh! Ja, ik moest hier die freeze pakken, want hij had net gelogd. Dus ik wist dat ik damage kon doen. Ik moest daar de freeze pakken en ik moest ook dit laten gaan met de rechterkant. Ik kon het niet veel anders doen. Ik was even zijn rocket alleen vergeten. Even kijken of hij niet slim is en denkt van, oei, misschien dat hij die kan. Nee, oké, dan kunnen we die eruit lokken. Ik moet op zijn lane, jongens. Ik moet. Goeie Hawkrider, zeg. Wauw. Goeie Hawkrider, zeg. Goeie Hawkrider, zeg. Oeh, ik heb wel heel veel geluk trouwens met die... Magic Archer. Goeie Nedo, zeg. Wauw. Waarom is hij goed? Hij is... Ja, Toren, hij is het beste van mij. Hij is het beste van Dutch Corps. Ah, mooie timing. Snel. Net niet. We spelen niet slecht hoor. Deze wel alleen natuurlijk. Maar dit was een hele goede keuze van ons om die push te laten gaan aan de rechterkant. Alleen dit is weer... Het begin was het net niet. Oké, 2 verloren. Ik weet gewoon net... Het is net die scherpte die eraf is. Want beide... Ja, deze was wel meer kansen dan de vorige. Die vorige, één play. Het begin was slecht. En die mooie neder van de Magic Archer. Deze was wel duidelijk, had hij me duidelijk wel te pakken. Maar het is ook wel vervelend dat we dan net een tombstone hebben als we tegen Hawkrider komen. Maar ja, het is even niet anders. Maar het is niet onmogelijk. Dit is dom, want als je Valkyrie heeft, dan is dit een verschrikkelijk begin. Oeh, oké.
Ik voel dat we deze pakken. We zijn nu even ingekomen, we zijn warm gedraaid. Kijk, eindelijk even een normaal begin. Eindelijk even een beter begin dan hem. En kijk, en eindelijk een matchup. En we hebben de matchup. Oké, dit moet goed komen. Dit moet goed komen. We hebben de bomtoren tegen Hokies. We hebben de bomtoren tegen Hokies. Dit gaan we winnen. Let's go. Deze gaan we winnen. Het mag ook niet anders. We mogen ook niet 3-0 verliezen. Oké. Archers in de back. Het is ook, hij staat ook top 3k van de wereld op dit moment. Hè. Ik heb niet eens een potje gespeeld op Path of Legends. Dus het is ook wel lastig. Oké. Doen wij... Hij heeft geen Nedo. Dus... Oh, hij heeft wel goblins. Let op. We zijn scherp, boys. We zijn scherp vandaag. We missen dan nog wel 2 goblins. Dat was net jammer. Maar we zijn scherp vandaag. We snappen ons tegenstander nu. We weten precies natuurlijk dit dekje. Oeh, goeie. Ik had even niet door dat ik de delivery had. Oké, het is Earthquake, maar dat wisten we ook al. Oeh. Ja. Log erbij, joh. Het is wel overcommit, een beetje. Ik had niet verwacht dat die kanon zou droppen. Dat is op zich prima. Oeh, dit verdedigt hij met 3 elixir. Of deed hij ook een ijsbeer? Hij deed ook ijsbeer. Ik heb 4 elixir. Valt mee nog. Dat was heel goedkoop voor de F. Geen logicycle. Geen kanonnencycle. Dus we doen eventjes dit. Doet die goblins. Ja, ik had moeten pre-loggen. Maar ja. Gewoon eventjes 2 op 2. Laten we dit gaan, denk ik. Ja. Oké. Okay. Geen goblinscycle. We zijn nu Earthquake doet, dan heeft hij niet heel veel voor dit te verdedigen. Mogen dit. Wow. Oeh, goede ability. Oeh, dan heeft hij geen log. Dus we moeten nu pre-loggen. Als we nu die goblins pakken, dan hebben we gewonnen. Oh, kop! Boom, boom! Let's go, we hebben hem, we hebben hem. En nu moet ik gewoon eerlijk... Jongens, ik zit altijd over matchups. Nu moet ik gewoon eerlijk toegeven. Nu heb ik de matchup. Dat klopt gewoon 100% zeker. En ik denk dat wij... Ja. Op log... Ga niet, nee, ga niet vertellen. Oh, sorry, ik was even bang. Ik dacht even, dat gaat me niet gebeuren. Oké, 2-1. Rustig. Rustig. 2-1, we gaan nu met het dekje, ik heb er 3 dekjes gekopieerd. We gaan nu weer met het eerste dekje, want daar speelden wij echt wel sterk mee. We staan 2-1, of 3-1 zeg ik, 2-1. We staan 2-1, oké. 2-1. Als we deze winnen, 2-2. Zo, Floors kan tellen. Als we deze winnen, 2-2. Oké, kom. Boerpetje, let's go. Pak hetzelfde dek als het begin. En als ik deze win, dan pak ik die vries dek als allerlaatste dekje. Maar als we deze verliezen, dan hebben we deze verloren. Oké. Als we deze verliezen, dan hebben we deze verloren. Als we... De uitspraken komen er wel, hoor. Oké, nou, minetje. Oeh, misschien heeft hij wel mijn Graveyard deck overgenomen. Oei. Nou, oké, Skulking is niet een drama. Zolang het maar geen Lavahond is. Want ik heb alleen Arches volgens mij in het dekje. Dus een Lavahond Arrows. Als het Graveyard is, hebben we weer echt de gekke matchup. Als het... Het is Graveyard. Wauw, we hebben weer de matchup. We hebben weer de matchup. Doen we hier een bommetje. Zo. Dit is top. Dit is echt heel top. Dit is echt heel top. Oh, ik had hier... Jammer dat ik hier net niet... Ja, nu heeft hij niks. Hij heeft niks. Oh, ik had moeten pre-loggen. Dat heb ik te laat. Ik moet loggen, hadden we hier damage gepakt. Zeg, zo. Dat die Archer nog even 4 keer geschoten waarschijnlijk. Oké, top. We beginnen goed. We hebben weer de matchup. We hebben weer de matchup. Alleen die Tombstone is vervelend voor onze Mighty Miner. Natuurlijk, Skulking is ook wel sterk tegen Mighty Miner. Omdat hij natuurlijk met die ability kan. Maar we hebben hier wel een redelijke matchup. Daar kunnen we linksom, rechtsom, maar dat is wel zo. Ik weet alleen zijn deck niet heel goed. Dus ik moet eventjes nu een beetje nadenken. Hij zal wel arrows hebben. Dat is ook Phoenix. Lekker ijsperretje dit hoor. Is er wel eentje hoor. Dat is wel een lekker ijsperretje. Tombstone heeft hij niet een cycle. Hij heeft Nedo, maar ja, ik denk niet dat hij nu Nedo gaat gebruiken. Hij heeft geen Barbaron Cycle. Ability.
Boom. Ja, dit spelen we goed. Dit spelen we goed. We gaan gewoon 2-2 maken. We gaan gewoon 2-2 maken, denk ik. Maar niet te vroeg juichen. We hebben nu weer de matchup. En dat is wel een dingetje. Als spelers gewoon redelijk even goed zijn. Nou, oké, Boerenpetje is wel wat beter, denk ik, over het algemeen dan ik. Dat sowieso trouwens. Maar matchups maken wel veel uit, hoor. Matchups maken wel echt veel uit. Ik ga toch... Prima als je het activeert. Prima als je dat doet. Hij heeft dus poison, dus dan zal hij geen nedo hebben. Dan zou hij geen arrows hebben, bedoel ik. Ik weet niet of die bom helemaal nodig was. Zo, ik twijfel daar te lang. Daar heb ik even wat, want ik wil eigenlijk ook niet loggen door zijn Skell King. Op defense. Vroeg, zodat hij niet zijn ability kan doen. Oké. Ik denk niet dat hij hem hier gokt. Oh, dat is vervelend. Oh, zit erop, zit erop. Oeh, dat is alleen maar nog beter dat hij eerst die ding pakt. Oké, nice. We komen er niet helemaal doorheen. Snel voordat hij de ability kan doen. Dat doen we goed, mooi. Gewoon een logje. 3, 2, 1. Dit. En dit, zodat we druk blijven zetten. Met een log erbij. Oké, mooie log. Let's go. We gaan op 2-2. We gaan dit 2-2 pakken. Niet poisonen is genoeg, toch? Snel, nog een miner. Altijd doe je dat aan de binnenkant. Dat is gewoon een regel, maar daarom doe ik dat juist nu niet. Oké, 2-2. Oké. Gaan we dan nu eindigen met het graveyard deckje? Ik denk dat we dat gaan doen. Ja, dan laten we dat gewoon maar doen. Het is niet mijn beste deckje. Ik ben beter met de poisonous dingen. Maar ik vind het graveyard deckje is wel een deckje dat ik kan. En ik vond het potje net zo slecht dat ik gewoon alles liet gaan. En gewoon als een noob eigenlijk graveyard free speelde. Dat ik gewoon laten zien dat ik het ook wel beter kan spelen ermee. Hopelijk komen we niet weer tegen dat Hogwarts deckje dan. Laatste potje. Leuke video. Ik ben blij dat het een beetje goed gaat. 2-2. Oké, we doen de Arch in de back. Arch is echt een elk deckje van mij. Ah, hij speelt weer dat eerste dekje. Ah, nee. Ik dacht misschien komt die Magic Archer. Ah, ja. Ik moet het gewoon gokken. Want anders had hij zoveel damage gepakt daar. Maar hij speelt met Spiegelbollen. Maar wel dezelfde... Oh. Oké. Mighty Miner, Spiegelbollen. Daar zit toch geen Magic Archer in. Ik vind Magic Archer zo'n vervelende kaart. Het is eigenlijk niet normaal. Ik vind het echt zo'n vervelende kaart. Hij gaat wel daarheen. Nee. Oké, top. Hij heeft poison. Maar, nu even niet. Dus misschien is dit het. Nee. Pets. Het is lastig, zeg. Even denken. Ja, dit is het moment. Ja, dit is het moment. Hij zet daar veel elixir in. En hij heeft weer poison. Oh, maar die Mighty Miner gaat natuurlijk neer. Laten we gaan. Dit is heel lastig. Nu heeft hij weer de matchup. Hij heeft en de Spiegelbolt en de Bats. Als een goedkope kaartjes. En hij heeft gewoon de poison die hij altijd kan gebruiken. Tombstone. Hoe gaan we hier ooit doorheen komen, jongens? Hoe gaan we dit ooit doen? Nee, dit is niet te doen. Ik had niet Graveyard moeten doen. Graveyard even verpest. Ah, maar ik vind Graveyard Freeze wel altijd wel leuk. En ik vind het wel een leuk deckje ook. Maar, oké, we doen dit. Als die Bats komt, erven. Nee, ik ga het even niet erven. Oh, oké. Ja.
Vries op de Archers. Vries op de Archers, we gaan ervoor. Holy boys. Dit is wel ziek. Dit is wel ziek. Dit is wel echt een leuk potje. Dit is wel echt een leuk potje. Die Vries was echt insane. Oké. Okay. Rustig. We moeten onze kansen pakken. Oké. Op zich. Ja, dan moet je opeens dit doen. Wat als we pre-freezen. En pre-arrowen op bets. Goed. Ik moet gewoon weer meer Clash Royale spelen, jongens. We kunnen dit gewoon nog. Die artsen waren even net jammer. Zo, dit gaan we gewoon winnen. Wat? Want deze counterpush kan hij niet stoppen. Oh, maar nog wel 26 seconden. Wauw. Kijk, de linkerkant. Nee, de linkerkant. We wonnen aan de rechterkant, verliezen aan de linkerkant. Dit meen je niet. Wat een video is dit geworden. Oh, ben ik blij deze video. Dit is een rammertje, zeg. Sony U. Ik ga weer klessen. Jongens, het nieuwe seizoen. Ik ga weer rammen. Ik voel me nu, we gaan wel goed. Ik ben echt, hoe ik mijn mannetje gehouden heb tegen de beste op dit moment van Dutch Corps is insane. Jongens, ik hoop dat jullie de video mogen kijken. Clash Royale fans, deze was voor jullie. Hier hebben jullie van genoten, het kan niet anders. Hoop dat jullie de video mogen kijken. Zie je de volgende video en tot. Dames.